Een goedemorgen. Ja, het is alweer maandag, dus dan weten we het al. We gaan er weer volop tegenin. Ja, dus ik ga trainen. Dus, wat heb ik weer als ontbijtje? Mijn trainingsontbijtje. Griekse yoghurt. En twee eitjes, waar ik zo meteen het eigeel een punt geef. Ja, dat was het een beetje. Ik heb nu nog niet veel te vertellen, dus ik ben net mijn bed uit. Nou ja, net. Ja, een kwartiertje. En dan is het gelijk rennen hier wel. Dus. Nou, ik zou zeggen, tot later. Goedemiddag. Ik wil niet van lang. Goedemiddag. Ik ben weer terug van trainen. Ik ben helemaal kapot. In plaats van 30 minuten fietsen heb ik nou 45 minuten gedaan. En 30 minuten gelopen. En nog een keertje 15 minuten. Ik heb al mijn rug gewerkt. En aan mijn schouders. En ja, Willem die had een geintje. Die zegt, ik heb met die Royce gepraat. Dat is die Surinaamse instructeur. Hij zegt... Maar als we die krachthond in gaan, moeten we 6 keer in de week. En dan moeten we 6 keer eten per dag. Ik zeg, nou, ik zeg, dat begin ik niet aan. Dus we waren klaar op de mat om de buikspieren. En met de buikspieren dingen. Buikspiermachines hebben we ook nog gedaan. Ik denk, ik ga dat toch eens even vragen. Dus ik zeg tegen de Suriname. Ik zeg, hé, hey, moet je luisteren, 6 keer in de week, dat trek ik niet hoor. Hij zegt, wat nou 6 keer in de week? Hij zegt, nou, Wim zegt dat jij met hem gepraat hebt. En dat we dan 6 keer in de week moeten komen en 6 keer eten. Ik zeg, dat begin ik niet aan hoor. Ik zeg, dan ben ik kapot man. Hij zegt, nee. En toen kwam Wim erbij, die begon keihard te lachen. Hij zegt, kijk op het lachen. Hij zegt, nee, we gaan van kruipel naar staand. En ik ga jullie echt niet afmatten. Want dan zijn we jullie kwijt. Maar ja, we hebben wel lekker getraind. Dus, nou, ik ben weer helemaal kapot. Door al die omgaan. Zo denk ik wel eens. Wat doe ik hier? Maar ja, ik doe het voor een goed doel. Dus ja, wat heb ik op mijn brood? Ik heb, ja, want ik heb nog dat dure brood. Dus nou op. 6 sneetjes. Ik heb 2 sneetjes met Amerikaan filet en 2 crackertjes met boterhamworst. En ik heb heet in de pens om een beetje bij te komen. Ik ga vanmiddag nog even fietsen. Daar heb ik wel zin in, want het is nou windstil en ik hoop dat het droog blijft. En ja, ik zie u later. Ik zal de camera meenemen. Als er mooie puntjes zijn, dan kan ik dat filmen. Oké, ik wens u een prettige dag. Tenminste, toch. In dit gebied wil de PvdA ook weer gaan bouwen. Een uniek stukje veengrond. Waar ze nog steeds... Bit springhanen, die hebben nooit genoeg. Goedenavond, dames en heren. We zijn weer aangekomen bij... Wat eten we vanavond? We eten vanavond filo bladerdeeg taartjes met borstpaddenstoelen en spinazie. Wat hebben we daarvoor nodig? We hebben daarvoor nodig... Geraspte kaas, 2 eieren. Wilde spinazie. Ja, je kan ook gewoon de spinazie gebruiken. Ik gebruik wilde spinazie. Ik vind het lekkerder. Filo bladerdeeg. En borstpaddenstoelen. Het hele recept staat weer op roberswereld.nl/wordpress2. Dus ik ga even koken.
We zitten aan tafel. Ik hou die deur wel dat het mij al half droog staat. Wat heb ik vandaag gedaan? Nou, ik heb eigenlijk de beren getraind. Ja, het was weekend geweest en dan valt het toch even tegen altijd die maandag. Dus. Nou, ik heb nog even 20 kilometer gefietst vanmiddag. Dus. Ja, dat heb ik gedaan. En ja, geen nieuws van het PvdA front. Ja, zijn er gisteren weer 2 zetels verloren. Of tenminste, ze staan op 10. Dus ze gaan lekker door. Ja, voor de rest stond er ook niets in de krant. Ja, dat is IS. DAS. Dan gaan ze nu de olie bombarderen. Dan is ze veel eerder moeten doen. Ja, dat ze geen geld gaat om wapens te kopen. En dan zijn ook dromedaren ze gereden. Wat heb ik gemaakt voor eten? Nou, ik heb 2 filo bladerdeeg taartjes gemaakt met bos champignons en wilde spinazie. Ik heb een ding gehad. Het wilde spinazie. Dus. Dit is het geworden. Ik vind het er zelf heel feestelijk uitzien. En daarna heb ik een mandarijntje. Dat is wel lekker. Dus. Ja, ik weet begon niet wat er vanavond komt. En de Adventures. Die ga ik kijken. En niet naar de wereld draait door. Ik heb even naar die paal gekeken. Toen vanmiddag de televisie aan zit om 4 uur. En dan had hij het over Bowie. Maar die man die snapt helemaal niks van David Bowie. Maar ja. Dan zat hij die gozer van Top op, van vroeger zat er ook nog bij. Nou ja, ik geloof dat hij ook allemaal weggerookt heeft. Dus, aardvissen, ja, dat was het. En onze vriendin, Sylvana, die moet je toch op de achterbank zetten. Mensen, daar heb je nergens verstand van. Alles is vals aan ander, de tieten, de haar, de wimpers. Misschien heeft ze nog wel een lulletje ook, wie weet. Maar ze kan wel goed dingen zitten. Als ik een hoop geld heb, dan vraag ik of je op de hoedelplank moet zitten. Wat een ja-knikker. Dus. Nou, ik ga even lekker eten. Genieten van mijn taartje. En dan ga ik eens even lekker van genieten.